3D-printen is eigenlijk het printen zoals we het kennen, zoals print op papier, maar dat is tweedimensionaal. En hiermee kunnen we dus ook de lucht inbouwen, zodat je driedimensionale figuren kan printen. Wat we hier in Utrecht doen is bioprinten. Daarmee printen we cellen en ook groeifactoren. Ik heb een medische achtergrond, maar ik werk samen met onze collega's van de farmacieafdeling. Die maken de hydrogel. Ik werk samen meer met technici die meer weten van het apparaat, hoe dat beter te maken. Samen proberen we zo de hele techniek te optimaliseren. In het menselijk lichaam slijten heel veel onderdelen een beetje. En het makkelijkst kun je dat voorstellen bij een gewricht. 3D-printer zou een stap verder kunnen gaan in het repareren van weefsels, bijvoorbeeld kraakbeen, door kraakbeen preciezer na te bootsen. Dus kortom, we kunnen de complexe architectuur van weefsels kunnen we beter nabootsen met een 3D-printer. Dus wil je meer weten over bioprinten? Kom dan op 24 oktober om 8 uur naar de nieuwe bibliotheek in Almere.